Grote Lieve, wat doet Duo precies aan de herziening? Heel veel. Wat wij gaan doen is met name onze basisregistratiesystemen aanpassen daarop. Crebo is een heel belangrijke. In Crebo registreren we alle nieuwe dossiers en ook alle keuzedelen en de relaties tussen de keuzedelen en de kwalificaties. En we moeten Bron ook aanpassen. Bron is het systeem waarin we de inschrijvingen van de studenten registreren. En Bron moet het mogelijk maken dat is pas later hoor, als een student een keuzedeel behaald heeft, dat ook in het diplomaregister terechtkomt. En hebben jullie alles al in beeld wat jullie moeten gaan doen? Ja, zeker. We hebben een uitvoeringstoets gedaan. Daarin doen we eigenlijk een hele impact op de herziening. En daar hebben we eigenlijk wel goed in beeld gebracht wat we allemaal moeten gaan aanpassen aan systemen en processen. En hoe groot is die impact op de systemen van Duo, als je dat beschrijft? Nou, als je alles bekijkt, nou, ik kan niet zeggen, het valt wel mee, maar het belangrijkste is eigenlijk dat voortraject, dat je heel goed weet wat je moet doen. En dan zit je ook met het ministerie om tafel, de wet en regelgeving, let je echt op de punten en de comma's, zijn je heel diep erin van, moet het echt dat zijn of misschien toch nog iets anders. Nou, dat hebben we nu in kaart gebracht. En de impact is redelijk. Het is te doen. En wat is nu hetgene wat jullie in de komende tijd moeten gaan doen? Dat vraag ik even aan Anne. De komende tijd is met name de registratie van de Crebo-codes. We gaan begin november krijgen wij een oplevering van het Crebo-register eigenlijk. Dat we dat mogelijk maken om de nieuwe Crebo-codes in te registreren, vast te leggen. En alle relaties met de keuzedelen en dergelijke. En dat wordt een flink kawaii. Dus dat is de komende tijd zijn we daar druk mee bezig. Dat is de prioriteit. En jij zei net iets over het feit dat jullie een aantal dingen hebben samengedaan. Wat is daar uitgekomen aan verbeteringen ook voor de komende tijd? Een hele grote verbetering is de afstemming met de SWB geweest. Dat was eigenlijk al nodig, maar door dit project is dat nog extra manifest geworden. Wat we gaan doen is ervoor zorgen dat er voor de instellingen althans op één plek, en dat wordt waarschijnlijk een site van de SWB, gewoon het Crebo staat. En nu is het nog zo dat het op meerdere plekken staat. En ja, dat is onhandig. En aan de achterkant zorgen we er dan wel voor dat het Crebo van Duo exact hetzelfde is als het Crebo van de SBB. Maar daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Dat gaat goed komen. Instellingen hoeven dan alleen nog maar naar die site van de SBB. Dat is een enorme vooruitgang. En dat was vroeger anders? Ja, ze gebruikten wel heel veel wat er op die site stond. Maar er was altijd nog even twijfel. Want bij ons kon je het ook krijgen. En een beetje technisch wat er dan van ons, wij leveren aan Bron. En nu had je de situatie dat het nog wel eens kon wezen dat die gegevens niet helemaal exact hetzelfde waren. En dat is irritant, want dat zie je bijvoorbeeld op een diploma. En dat gaan we er nu helemaal uithalen. Heel mooi. Jij bent projectleider, zeg maar, vanuit Duo. Wat is de planning voor jullie? Ook als je naar het vrijwillige jaar kijkt en uiteindelijk naar de implementatie in 2016. Ja. Voor het vrijwillige jaar zie je eigenlijk dat we de systeemaanpassing voor Crebo en al het vullen daarvan van Crebo, dat we eigenlijk voor het vrijwillige jaar dat allemaal al afgerond moeten hebben. Dus voor het vrijwillige jaar zijn we wat dat betreft eigenlijk al ook voor het definitieve jaar klaar met Crebo. En dat gaat ook lukken? Dat gaat zeker lukken, ja hoor, dat gaat zeker lukken. En voor de bronaanpassing ligt meer de nadruk op het definitieve jaar. Dus die komt eigenlijk pas later. Oké, er speelt ook nog een doorontwikkeling van Bron, hè, deze tijd. Hoe verhoudt zich dat tot de nieuwe kwalificatiestructuur en alles wat jullie moeten doen? Waar gaat dat in uitmonden? Nou, het streven is in ieder geval om de nieuwe kwalificatiestructuur te realiseren in het nieuwe Bron. We weten dat de instellingen dat erg op prijs stellen. Voor onszelf is het ook veel prettiger. Daar werken we hard aan. Maar ja, we staan nog maar helemaal aan het begin van het plan. Dus of dat ook echt te doen is, dat weten we nog niet. Heb jij daar een inschatting in? Nee, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Het streven, zeker voor ons, maar ook voor softwareleveranciers die graag de herziening in de nieuwe Bron willen zien. En ja, momenteel loopt er een onderzoek om te kijken of dat allemaal haalbaar is. Want de doorontwikkelde Bron zit nog echt in een opstartfase.
En lukt het dan qua termijnen met de herziening. En heeft dat effect uiteindelijk op de implementatie van de herziening kwalificatiestructuur, als dat wel of niet lukt? Nee. Nee. Nee, want mocht een nieuwe bron niet lukken, ja, dan is het even oud bron. Ja. Wat is voor jullie uiteindelijk de deadline om op 1 augustus 2016 aan de slag te gaan? Nou, grosso modo moet je zeggen, dan moet februari, maart alles klaar zijn. Alles getest en dergelijke. En misschien er nog een paar kleine dingetjes wat later kunnen. Dat is allemaal in de achtergrond. Maar wij houden dat als streefdatum aan. Ja. Dat is dan februari, maart 2016. Ja, 2016, ja. Ja, voor het vrijwillige jaar 2015. Dus dat is ook wel een hele klus. Dat komt er al snel aan. Ja, dat komt al heel snel. Dank voor jullie interview.